De stichting Hindi Parishad heeft op vrijdag 11 maart 2022 een kennismakingsbezoek gebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi. Bij deze gelegenheid heeft de organisatie knelpunten van het dagelijks leven onder de aandacht van het staatshoofd gebracht. Voorzitter Satyanand Pramsukh spreekt van een moeilijke periode voor stichtingen en organisaties. Het was meer een kennismaking. En natuurlijk hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt van de knelpunten die we in het dagelijks leven ervaren. Het is een hele moeilijke tijd voor stichtingen en organisaties. En die punten hebben we dan onder de aandacht van de president gebracht. Ja. Wat zijn de punten? Punten hoe we hebben gevraagd naar of we uitleenkracht te kunnen krijgen. We hebben gevraagd naar wat we, onze wens is om een Hindi-leerstoel op de universiteit te hebben. De president heeft daar onze stukken gevraagd en we gaan kijken wat we kunnen doen. En een ander punt was, we kunnen niet grote activiteiten doen. Dus, maar dat... kan de president daar niks doen, het is de pandemie. Dus die dingen hebben we een beetje naar voren gebracht. Ja. Waarom vinden jullie het belangrijk om ook op de universiteit deze taal in te voeren? Hindi is de vierde wereldtaal. En als ik het goed heb, is het op in de hele wereld op 151 universiteiten. Waarom zou Suriname niet... daarvan profiteren. Het is de vierde wereldtaal, op weg naar de derde wereldtaal. Dus het zou heel handig zijn als we ook in Suriname zo ver waren. En kunt u een beetje meer vertellen over de stichting, wie jullie zijn en wat jullie doen? Ja, de stichting bestaat dit jaar, 45 jaar, is een van de oudste organisaties onder de Hindustanen. We promoten Sanami. En Hindi. En we maken elk jaar examen in 6 niveaus. We hebben ongeveer 60 tot 80 scholen. Soms zijn die allemaal actief. We hebben 150 Hindi-docenten die vrijwillig, alles gebeurt vrijwillig, lesgeven. En de normale, voor de pandemie, hadden we 600 tot 700 kandidaten die examen maakten in 6 niveaus. 1 keer in het jaar. Is dat landelijk? Ja, landelijk. We hebben, het wordt een uniforme examen. We hebben van Nikeri tot Albina. Niet elk district heeft Hindi scholen, want niet elk district heeft belangstelling voor dingen. Zeker 5 districten heb je Hindi scholen die heel actief zijn. En we zijn nu bezig om weer op het oude niveau te komen, die 2 jaren. We hebben ook niet stilgezeten. We hebben online lessen verzorgd. En we zijn dus gewoon op niveau gebleven. We gaan nu, nu de regels een beetje versoepeld zijn, gaan we naar de scholen toe om die mensen te bewegen om weer fysiek lessen te geven. Heel wat van die scholen zijn al begonnen. Sommigen hebben een push nodig. Dus wij gaan met... schoolbezoeken nu en dat ding weer activeren. Meneer Pramsukh, hoe ver kan men in Suriname zich scholen qua Hindi? We hebben 6 niveaus die we hier compleet verzorgen. Een 7e niveau is op bachelor's niveau. Daarvan wordt hij ook hier verzorgd als er genoeg dingen zijn. Maar de examens en zo komen uit India. We hebben samenwerking met een Indiase universiteit. In Wardha, India. Dus die 7e niveau wordt dan samen met hun verzorgd. Maar die 6 niveaus doen wij helemaal zelfstandig. En vindt u dat er interesse is voor de Hindi-taal in Suriname? Ja, ja, het is, ik zei het al, 600 tot 700 mensen die elk jaar examen maken. En ik vind dat de belangstelling goed is. En natuurlijk kunnen we met veel promotie veel meer dan dat hebben. Maar er is wel belangstelling.
Vandaag is er een gesprek geweest met de president. Wat verwacht u na dit gesprek? Ik denk dat de president nu een beter beeld heeft voor het werk wat wij doen. En hij heeft het gesprek afgesloten met zijn speech in het Sanami en Hindi. En dat vonden we zo prachtig dat de president ook hart heeft voor Hindi en Sanami.